Hoi, leuk dat je kijkt naar hoe speel je. Ik ben Melvin van Lobbes en vandaag leg ik je uit hoe je Dolhof speelt. In dit spel probeer je schatten te zoeken in een bewegend Dolhof. Ik denk daar ergens. Of nee, hier denk ik misschien. Uh, hier misschien, of, of, of toch daar. Nou. Gelukkig hoef je niet heel je huis door te lopen. Je kunt gewoon bij het speelbord blijven. Dus kijk snel mee, dan leg ik je uit hoe je Dolhof speelt. In de doos vind je het speelbord, 34 gangenkaarten, 24 schatkaarten en 4 speelfiguren. En om te beginnen leg je het bord open op tafel neer. En alle lege plekken vul je op een willekeurige manier met alle gangenkaarten. En zoals je ziet, dan hou je één gangkaart over. Dat is de bedoeling. Die leg je naast het bord. En vervolgens schud je de 24 verschillende schatkaarten. En die verdeel je gelijkmatig over 2, 3 of 4 spelers. Elke speler legt zijn kaarten in een gesloten stapel voor zich neer. En plaatst zijn eigen speelfiguur, stel ik ben geel, op het gele uiteinde van het bord. Of het rode of het paarse. Speel je in dit geval met drie spelers, dan hou je simpelweg één speelfiguur apart aan de zijkant. Elke speler bekijkt in het geheim welke schat er op zijn bovenste kaart staat afgebeeld. Dat is de schat die je als eerste moet vinden. De persoon die als laatste nog een speurtocht heeft gedaan, die mag beginnen, waarna het spel verder met de klok meegespeeld wordt. En je beurt bestaat altijd uit twee stappen. Als eerste gangen verschuiven en als tweede je speelfiguur verplaatsen. Laten we eerst eens kijken hoe je een gang verschuift. Aan de rand van het spelbord staan op twaalf plekken een gele pijl afgebeeld. Ben je aan de beurt, dan kies je voor één van deze pijlen en schuif je de extra gangenkaart er zo in dat er aan de andere kant precies weer één gangenkaart uitgeschoven wordt, zoals hier. De enige beperking is dat je de gangenkaart niet mag inschuiven op de plek waar die de vorige keer is uitgeschoven. Om dat te onthouden kun je dus het beste de gangenkaart die uitgeschoven is daar laten liggen totdat de volgende speler aan de beurt is. Die weet dan dat hij de gangenkaart overal mag inschuiven, behalve terug op deze plek. Wordt er bij het schuiven een speelfiguur uit het doolhof geduwd, bijvoorbeeld, ik wilde hem zo schuiven, maar hier stond een speelfiguur. Op deze manier. Dan wordt het speelfiguur simpelweg aan de andere kant op de ingeschoven gangenkaart neergezet. En Deze verplaatsing telt overigens niet als een beurt voor dit speelfiguur. Nadat je een gang verschoven hebt, mag je jouw speelfiguur verplaatsen zover als je maar wilt binnen de gang waarin je staat. Heb ik bijvoorbeeld deze gang hier ingeschoven, dan mag ik mijn gele speelfiguur op dit moment net zover verplaatsen binnen deze gang, zover als ik wil. Ik mag er ook voor kiezen om mijn speelfiguur helemaal niet te verplaatsen. Maar lukt het je om jouw speelfiguur te verplaatsen naar de schat die je zoekt, zoals hier de kever? En die zocht ik, dan draai je dit kaartje om en leg je hem open naast je stapel. Deze schat heb je nu gevonden. En je mag dan ook gelijk alvast de volgende schatkaart in het geheim bekijken, zodat je weet waar je hierna naartoe moet. Zo gaat het spel verder, waarbij iedereen om eerst een gangkaart inschuift, daarna zijn speelfiguur verplaatst. En zodra je al jouw schatten gevonden hebt, moet je ook nog weer terug naar je startveld. Degene die als eerste op zijn startveld staat, Terwijl hij al zijn schatten omgedraaid heeft, die wint het spel. Speel je dit spel nou met jonge kinderen, dan kun je de volgende variant proberen om het spel iets gemakkelijker te maken. In plaats van een gesloten stapel, legt elke speler zijn schatkaarten open voor zich neer. Zodat ze allemaal zichtbaar zijn voor jezelf en ook voor de andere spelers. Als je aan de beurt bent, probeer je één van jouw schatten te bereiken. Maakt niet uit welke, je mag zelf kiezen. En heb je de schat dan gevonden, dan draai je dit kaartje om, zodat hij gesloten ligt. Wanneer al jouw schatten omgedraaid zijn, moet je zoals gebruikelijk weer terug naar je startveld. En wie daar als eerste is met al zijn schatten, die wint het spel. En dat was hem alweer, de speluitleg van Dolhof. Veel plezier met door de Dolhof dwalen en natuurlijk vooral je tegenstanders te snel af zijn. En dan zien we je bij een volgende video weer. Hoi hoi!